schnitzels. In dit geval een varkensschnitzel. Schnitzels zijn er natuurlijk ook in kalfsschnitzels of rundersnitzels. Maar varkensschnitzels zijn wel de meest bekende en de meest gebruikte. Ik heb de schnitzels gepaneerd en ongepaneerd. Dus net wat u lekker vindt. Als de boter uitgebruist is en hij krijgt wat kleur, dan kunt u de schnitzel gaan bakken. Zorg ervoor dat het bakken van een gepaneerde schnitzel op middelhoog vuur gaat. Niet te hoog. Als u te hoog zou doen, dan verbrandt de paneermeel. Doet u hem te laag, dan ga je eigenlijk meer koken en dan trekt het vet in de paneermeel. En dan krijg je dus eigenlijk een hele vette schnitzel. Dus het moet er net een klein beetje tussenin zitten. Als u de schnitzel aan beide kanten een anderhalve minuut gebakken hebt, dus totaal zo'n 3 minuutjes, dan zijn ze gaar, ook een beetje afhankelijk van de dikte. Het is altijd lekker om er nu nog een paar druppeltjes citroensap overheen te doen, om de vetsmaak die toch in de paneermeel zit, om die een klein beetje te neutraliseren. Eet smakelijk!